Na anderhalf jaar plannen is de Wiegense schaatsbaan weer geopend. De feestelijke opening vond vrijdagavond plaats en liep gelijk met het Wiegense Sprookjesfestijn, waarbij het centrum een weekend lang in de ban van sprookjesfiguren was. De schaatsbaan zelf had Harry Potter als subthema. Ook komen er diverse competities als curling en human ice bowling. Men kan tot begin januari van de baan genieten, daarna zit het er voor dit jaar weer op. De baan zal in 2020 pas weer terugkeren in het Wiegense centrum.